Welkom allemaal. Vandaag heb ik een case mee. Iets dat ik gedaan heb in het onderwijs. En wie ben ik? Wel, ik geef om te beginnen les aan de Hogeschool West-Vlaanderen. Ik ga eens kijken als ik dat hier kan wegdoen voor jullie. Wat zijn er? Ziezo. Hogeschool West-Vlaanderen, dat is een, zoals het woordje zegt, Hogeschool in West-Vlaanderen. De onderduik eigenlijk, Vivis is daar de grootste. Het is een voordeel en een nadeel dat je in een kleinere hogeschool zit. Ik ben Dirk van Dieke, dat is mijn e-mail als je me wilt bereiken. En ik ben, zoals sommigen onder jullie, leraar, lesgever, hoe dat je het wil noemen, coach. En wat ik vandaag voor jullie mee heb, is eigenlijk iets dat ik moet kaderen. Ja? En ik zou daarmee willen beginnen om even te zeggen dat ik, waarom ik hier ben en waarom dat ik hier niet ben. Dat we geen verkeerde verwachtingen scheppen. Ik ben hier en dat heb ik ook even proberen op een slide samen te vatten. Ik ben hier om mijn verhaal te brengen. Ja, dat hoeft niet jullie verhaal te worden. Ik ben hier om hopelijk een beetje te inspireren. Ja. Om mijn ervaring te delen vooral. Om te netwerken ook. Als je andere mensen leert kennen die geïnteresseerd zijn in wat jij doet, dan kan dat nuttig zijn en interessant. Om mijn ervaring dus te vergelijken, bij gevolg. Maar ook een beetje om mijn ervaring te begrijpen. Niet alles van wat ik gedaan heb en de resultaten daarvan begrijp ik op dit moment. Soms overtreffen die mijn verwachtingen, soms niet. En ik begrijp nog niet alles. En ook om te luisteren dus, als jullie vragen hebben of zo, of iets toe te voegen hebben daaraan. Waarom ben ik hier niet? Dat is om alvast niet de waarheid in pacht te hebben en de enige zaligmakende waarheid te hebben. Ja? Dus daarom dat ik ook ga zeggen in welke context ik die dingen gedaan heb, voor welke opleiding, voor welke studenten. Ik ben hier dus zeker ook niet om te oordelen. Als je me iets hoort zeggen dat een beetje de hoek afsteken is, dan is dat nooit kwaad bedoeld. Ja? Dus het betekent niet dat alles wat niet volgens mijn methode is, slecht zou zijn of niet goed zou zijn. Ik pretendeer hier zeker geen wetenschappelijke studie of zo. Dus je gaat wat cijfermateriaal zien. Maar dat is allemaal vrij down to earth, ja, verzameld. En ik heb zeker geen kant-en-klare handleiding voor succesvol onderwijs. Maar dat wist je waarschijnlijk wel al. Veel van die dingen die ik hier ga vertellen, is ook geen rocket science. Die zijn vertrokken vanuit ervaring met collega's, ervaring met studenten, buikgevoel, ja, dat we allemaal hebben. En dan maar gezegd van, zou dat nu wel zo zijn of niet zo zijn? Dus misschien een keer een vraag meer gesteld dan dat iemand anders dat gedaan heeft. En rocket science is het in elk geval niet. Dit is onze campus in Brugge. Ik geef dus les in de Hogeschool West-Vlaanderen Campus Brugge. Dat is vlak aan het station. En meer bepaald ben ik keuzetraject verantwoordelijke voor softwareontwikkeling binnen de opleiding toegepaste informatica. Wij hebben een paar keuzetrajecten, namelijk computer en cybercrime professional, ICT consultant en dan software en systems engineer. Ik ben dus de keuzetraject verantwoordelijke voor dit keuzetraject. En sinds dit jaar komen daar ook bij postgraduaten zoals data protection officer enzovoort. In het kader van de GDPR. Het kader voor de rest van mijn betoog is dus dat ik dit allemaal gedaan heb voor professionele bachelors toegepaste informatica. Programmeurs dus, ja, mensen die leren programmeren en dat ook moeten kunnen doen in de industrie. Meer bepaald voor het eerste en tweede semester programmeren. Ja. Dat is een vak dat ik sinds dit jaar helemaal alleen geef. Er zijn wat ups en downs geweest daar en wat plaatswissels, maar ik heb het zelf in handen genomen. Dus het eerste en tweede semester, het eerste jaar zeg maar, geef ik les programmeren aan die studenten. En de problemen die wij hadden, want als je geen problemen hebt, moet je niks veranderen. Hè. Problemen die wij hadden was eerst en vooral zeer heterogene instroom. Dus mensen die, of studenten die veel kennen, weinig kennen en zelfs helemaal niks kennen als ze binnenkomen.
Wat dat programmeren betreft, had je dus mensen die nog altijd mensen die daar binnenkomen en die dat eigenlijk al kunnen. Dat je kunt zeggen van die kunnen eigenlijk een vak in het derde semester gaan volgen. Tweede probleem, problemen met abstractie. Veel van onze instroom is TSO en zelfs BSO. En dan is abstractie een probleem. Zelfs eenvoudige abstractie is soms een probleem. Ja. En laat nu net programmeren één grote oefening zijn in abstractie natuurlijk. Dus vaak wordt het verkocht als je goed wiskunde kent, kun je goed programmeren. Als daar al iets van waar is, dan is dat niet omdat die wiskunde belangrijk is in de programmeren, maar omdat wiskunde bij uitstek een goede oefening is in abstractie. Dus als je goed wiskunde kent, dan gaat dat waarschijnlijk goed weg zijn met programmeren ook. Maar het omgekeerde hoeft niet waar te zijn. Dan moet je niet goed wiskunde kennen om te programmeren. Groeipijnen. En dat was vooral denk ik het grootste probleem waar dat alles mee begonnen is. Wij zijn in aantallen, als ik in 2006 heb ik 50-50 gedaan, GoGent, GoWest. Ik heb eerst in GoGent samen met Chris Koolzaad en nog twee andere collega's de opleiding Industrieel Ingenieur Informatica in de steiger gezet. Ik heb daar 9 jaar meegewerkt en dan ben ik uiteindelijk in 2006 50-50 gaan doen tussen GoWest en GoGent, om dan in 2006-2007 helemaal over te stappen naar GoWest. En als ik daar toe kwam, hadden we 60 studenten in het eerste jaar. Nu hebben we er 240. Dus dat is, je weet allemaal wellicht ook dat in het onderwijs niet zeer snel schaalt. Dus als je plotseling veel meer studenten hebt, dan heb je niet plotseling veel meer collega's. En dat ging een beetje achterop. Dus dat was een zeer groot probleem. En ook een doorn in mijn oog was, want ik ben er eigenlijk binnengekomen vooral om in het derde jaar les te geven. Maar een doorn in mijn oog was eigenlijk dat ik zag dat de basics vaak ontbraken bij studenten. Dus dat ik basic stuff moest zitten de hele dag in het derde jaar. En dat in het slaagcijfer voor programmeren in het eerste jaar 30% was. Dat is dus fenomenaal slecht, hè? Allee, toch naar mijn mening. En wat is de oplossing als je dus veel studenten hebt en je kunt dat niet bolwerken en hebt nog andere problemen ook? Wel, dan moet je misschien eerst al zorgen dat in derde jaar die groeipijnen even aan de kant gezet worden en dan is de oplossing waarschijnlijk wel automatiseren. Ja? En ik heb wat ingevoerd als ik zei van, allee, eigenlijk is het een geluk met een ongeluk. De persoon die in dat eerste jaar les aan het geven was, ging met pensioen. En dan heb ik gezegd van, ik ga dat vak niet meer geven. En een van de dingen dat ik daar gedaan heb, is SPOI ingevoerd. SPOI, voor de mensen die Pythia kennen, dus ik denk dat SPOI daar ook achter zit, maar ik gebruik gewoon SPOI. Dat is eigenlijk een omgeving om programmeerwedstrijden te houden. Maar het grote nut daarvan is dat je eigenlijk wat we noemen een soort unit testen hebt. Het is zelfs minder dan dat. Ik zeg welke invoer een programma moet krijgen en dan welke uitvoer ik verwacht. En ik schrijf heel veel van die testjes. Dus als een student zijn oefening, zijn code op dat systeem inbrengt, dan worden die testjes gerund en dan zegt dat systeem: het is goed of het is niet goed. En dat is natuurlijk al een grote stap vooruit, want ik heb altijd mijn gezonde achterdocht gehad bij mensen die beweren dat ze van 200 studenten bijvoorbeeld 40 oefeningen of 50 oefeningen gaan bekijken. Dus alleen om zeggen daar 8000 oefeningen gaan bekijken, ik zou dat niet willen doen en ik denk ook niet dat ik dat ooit ga doen. Dus ik vond het raar dat mensen beweerden dat ze dat allemaal consensueus doen. Maar dat lukte dan plotseling wel. Dus je kunt heel snel feedback geven. Die student krijgt eigenlijk instant feedback op het moment dat hij iets ingeeft. Goed, dus dat was een van de dingen die voor de hand lagen. We kunnen dat automatiseren. We kunnen zorgen dat als studenten oefeningen moeten maken, dat ze die oefeningen ingeven op een beeldserver en dat ze meteen instant feedback krijgen van dat is goed of dat is niet goed. Hup, op naar de volgende oefening. Kunnen ze op hun eigen tempo werken en dat lost al een stukje die heterogene instroom ook op. Hè. En dan konden we ons eigenlijk bezighouden, of kon ik mij, want ik was toen nog alleen, mij bezighouden met de andere problemen. En ik ben daar zeer drastisch in geweest. Ja. Misschien omdat ik een West-Vlaming ben, ik weet het niet. Maar ook, denk ik, omdat ik niks te verliezen had. Als je maar 30% slaagcijfer hebt, wat kun je nog verkeerd doen? Hè. En dan heb ik gezegd van, voert heel die handel buiten en ik ga gewoon iets anders doen. En ik herinner me nog op mijn sollicitatiegesprek in Hogeschool West-Vlaanderen, hadden ze mij de vraag gesteld, wat is belangrijker, de juiste dingen doen of de dingen juist doen? Je kent dat wel, dat onderscheid. En ik heb toen ook geantwoord, ja.
Wat denkt u? De eerste dingen doen, hè? Goed. Het is leuk als je het alle twee tezamen kunt doen, maar de eerste dingen doen was voor mij. En dan kreeg ik zelfs een prikkelende vraag: van ja, maar en als? Hè? Dan gooien ze een voorbeeldje voor uw neus. En eigenlijk was mijn antwoord zoveel als: als ik buiten de lijntjes moet kleuren om iets gedaan te krijgen, well, dan ga ik dat maar even doen. Oké. Okay. Ik heb ook altijd bij onderwijs gedacht dat. En er is een gezegde, hè, dat niet een emmer is dat gevuld, maar een vuurje dat je aansteekt. En van daaruit kon ik al ook een van die problemen weer benaderen. Dat is dat je waarschijnlijk beter een goede basis legt en minder ziet dan dat je die mannen vol probeert te proppen met dingen. En ik denk dat dus timing in het onderwijs misschien nog belangrijker is dan wat dat je aanbrengt en hoe dat je dat doet. Om maar iets te zeggen, als je iets uitstelt tot wat later, dan heb je vaak minder tijd nodig om dat erin te krijgen. Ja. En het jammer is dat je vaak ziet dat leren zo een beetje een karakter heeft van iets lineairs te zijn. Je hebt een boek, 10 hoofdstukken, je hebt 10 weken, elke week gaan we een hoofdstuk behandelen. Ja, dat zie je soms. Maar ik denk dat leren niet zo werkt. Hè. Dus in het begin moet je veel tijd spenderen aan de basis. En dan gaat de rest er heel snel in. Dus kun je, allez, ik zeg maar iets, misschien de laatste 4 hoofdstukken in de laatste week erdoor draaien. En ik ben dus ook keihard beginnen alles weglaten dat niet nodig was. Dus alles wat dat je eigenlijk, als je het weglaat en je kunt het nog altijd programmeren, noemen wat dat we daar doen, dan was het weg. Weet. Dus om een idee te geven, en dan is het een klein beetje voor de mensen die technisch op de hoogte zijn daarvan, de eerste 5 weken doen wij niks anders dan oefeningen maken op if, while en variabel. Niks meer. En de rest van het semester, functies. Enkel maar functies. Dat is het enige dat wij doen. Ja. En dan gaan we natuurlijk in het tweede semester 2 vitesses of 3 vitesses hoger, want dan zien we objectoriëntatie. En dan halen we in wat eigenlijk in andere opleidingen al gezien is. En dat lukt dus, blijkbaar. De beste manier, denk ik, om onderwijs te geven is als je naast iemand kunt zitten en die mens gewoon alles uitleggen wat je te vertellen hebt en daar je tijd voor kunt nemen en er kan niks tegenop. Weet. Maar dat hebben we niet, dat probleem. We hebben een probleem van limited resources. En dan denk ik dat je moet kijken naar het onderscheid tussen wie wil en wie niet wil en wie kan en niet kan. En ik denk dat de grootste aandacht en het grootste stuk van je resources moet gaan naar degenen die willen, maar nog niet kunnen. Ik denk dat dat je focus moet zijn. Allee, dat is mijn overtuiging. Ja? Dus ik ben daar keihard op gaan focussen. Maar dan stelt zich natuurlijk de vraag, waar zitten die studenten? Hè? Wie is hier wie? Weet? Om even die tabel hier verder te overlopen. Als ze het wel kunnen en willen, dan is dat eigenlijk geen probleem. Dan is het enige dat je moet doen, die mensen triggeren, challengen, dus door zo wat extra oefeningen te geven. En je kunt die rust laten. Je kunt zelfs veilig zeggen tegen die mensen, blijf maar thuis, ik ga wat oefeningen online zetten. En die hebben nu eigenlijk niet nodig, die hebben gewoon uitdagingen nodig. Wat dat je ook kunt doen is, om dat probleem van groei op te lossen, is ze betrekken bij het onderwijsgebeuren. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb die mensen gezegd van, jij doet het examen in september. En als je slaagt, t-shirt dan, en je mag mee in het labo komen helpen. Ja. Dat is ook een manier om hen nuttig in te schakelen en ze toch het gevoel te geven dat hun kennis niet... Allee, dat we dat waarderen. Ja. Dan heb je degenen die niet willen. En ja, dat is eigenlijk een beetje slecht nieuws. Want als ze het kunnen, maar niet willen, dan moet je daarin niet van wakker liggen. Ja. Ofwel gaan die inderdaad niet slagen en dan gaan ze wakker schieten en een tweede zit slagen ofzo. Maar in elk geval, niks van wat wij doen of niks van onze aandacht hoeft naar hen te gaan. En de slechtste zijn natuurlijk diegenen die niet willen en niet kunnen. Hè. En dat is spijtig om het te moeten zeggen. En eigenlijk moet het durven zeggen al om te beginnen. Dat is een waste of time. Een waste of time voor ons, voor hun medestudenten en voor hen zelf ook. Dus daar kun je het best die mensen snel duidelijk maken dat ze misschien iets anders moeten gaan doen.
Maar dat horen natuurlijk onderwijsinstellingen niet graag, want voor de piramide boven ons zijn studenten ook geld natuurlijk. Hè. Om toch iets duidelijk te stellen, ik denk niet dat studenten binnenkomen. Allee, ik ga ervan uit, en misschien zijn er uitzonderingen, maar ik ga ervan uit altijd, dat alle studenten in die bovenste rij zitten. Dat ze het allemaal willen. Dus ik weiger te aanvaarden dat daar iemand op dag 1 zit die het eigenlijk niet wil. Ja. En dan hadden we misschien wel een keer iemand hebben die zegt, ja, maar dat is niet waar, want soms willen ze gewoon nog niet gaan werken. Maar dat zal echt een verwaarloosbare minderheid zijn, denk ik. Ik kan niet geloven dat daar massaal mensen tussen zitten die de eerste dag al zeggen van, wil ik hier niet zitten. Ja. Goed. Dus is het een beetje onze taak ook om te zorgen dat ze van die bovenste rij niet in die onderste rollen. En een van de dingen dat ik daar gedaan heb, is gezegd, in dat eerste semester, alle vakken die het vers van informatica liggen, moesten we dan een keer uitstellen. Waarom moet je statistiek geven in het eerste semester? Ja? Wat gaan die mensen daarmee doen in het eerste semester? Ergens een krampachtige oefening maken en programmeren, die eigenlijk maar aan de computer uitlegt wat je ook zelf kunt doen in Excel. Ja? Dus, maar als studenten in het derde semester geraken, dan gaan ze statistiek erbij nemen. Waarom? Omdat het erbij te nemen is. Het is een hele deal of niks. Hè. En die gaan niet meer terugkrabbelen. Die gaan niet twee jaar over de muur gooien om te zeggen, statistiek, dat wil ik nu echt niet doen. Maar als je zo lastig valt in het eerste semester met dingen waar dat ze niet voor komen, dan denk ik dat je daar geweld doet, geweld pleegt aan die eerste rij. Dus dat je er kwijt gaat geraakt. Wat heb ik dus gedaan? Ik heb gezegd, met dat hier in het achterhoofd, alle stokken en wortels buiten. Het is volledig gedaan met beloningen en straffen. Ik gooi dat allemaal buiten. Ja. En deel daarvan was ook, ik moet aan studenten uitleggen hoe dat uiteindelijk in elkaar zit, hoe dat ik dat zie. Ja. Dus Ik had zelfs een t-shirt met die slogan erop. Ja. Therapy has taught me that nothing is my fault. Dat moet stoppen. Ja. Weet? Dus al die externe factoren, dat moet stoppen. Al die bepampering, en dat moet stoppen. Ja. Goed. Als je mensen wilt daar op die eerste rij houden, dan zal dat niet lukken door externe motivatie. Ja. Dan moet je intrinsieke motivatie gaan aanspreken. We hebben ook de tijd en de middelen niet om al die mensen extrinsiek goed te bewaken. Ja. En je kunt jij wel zeggen, we gaan ze examens laten afnemen, maar op het examen zijn ze er al kwijt. Er is al een half semester voorbij. En zelfs als gezegd, we gaan elke week een test houden, dan wordt het eigenlijk een oefening om te slagen voor testen. Dan worden punten belangrijker dan leren. Ja. Nu, nog iets dat ik ook heb ingevoerd, is eigenlijk deze slogan. Common sense gets a long way. If you show some, you get some. Dus als jij je gezond verstand gebruikt, dan mogen je dat ook van mij verwachten. Dus ik weet wat dat de regels zijn. En als je die regels tegen mij gebruikt, om mij te ameteren, dan ga ik zorgen dat ik de regels beter ken dan nu. Ja? Dus de paar mensen die per se willen het systeem of hetgeen dat ik invoer ontwrichten of misbruiken, die lopen toch tegen de lamp. Om een paar voorbeeldjes daarvan te geven, je kunt er zeer creatief in zijn. Ik had ooit een student die een briefje had, faciliteiten, ik mag een rekenmachine gebruiken. Ik zei ja, maar we zijn hier bezig met het omzetten van talstelsels. Dus decimaal naar hexadecimaal, naar octaal enzovoort. En hij stond op zijn strepen, dus ombudsman erbij en uiteindelijk oordeel waar ik niks aan kon doen. Hij mag zijn rekenmachine gebruiken. En ik heb dus heel eenvoudig op de examenoefeningen gegeven over 12-delig stelsel, 60-delig stelsel. En dan laat je dat voelen, hè, dat je het meent, wat je hier op die slide ziet staan. Ook nog iets bijvoorbeeld dat ik heb ingevoerd is, we moeten tegenwoordig een verbetersleutel hebben en een verdeelsleutel. En dat doet een beetje afbreuk aan het feit dat je vertrouwen mocht hebben in mensen die lesgeven en die hun expertise delen met andere mensen, dat wij een holistische kijk kunnen vormen op een student die daar zit. En als je dat allemaal in broekjes en een beetje kapt, ik heb
situaties gezien waar dat er bij een beoordeling van studenten 40 kolommetjes waren, ja, met een halve punt, één punt, ja, en dat werd allemaal samengeteld met gewichten. En, goed, ik heb daar ooit dus binnengewandeld bij die project en de oefening gedaan. Ik ga die Excel niet bekijken, want ik heb met die project niks te maken. Ik ga gewoon luisteren naar die presentaties en ik ga een punt op 20 opschrijven. En ik zat er in geen enkel geval meer dan twee punten naast. Ja? Dus dan moet je dus afvragen, wat zitten we eigenlijk te doen met die Excelletjes? Heeft dat zin? Ja? Heeft dat nut? Ondergraaft je daar niet het holistisch beeld dat je van een student kunt vormen? Wij zijn heus wel in staat, denk ik, om te zeggen als een project verdient geslaagd te zijn of dat niet. En dan krijg je natuurlijk ook soms situaties waarin de studenten de regels tegen u wel misbruiken. Maar ik heb daar geen tijd voor. Ik wil mij in die andere groep studenten steken die het wel wil en het goed meent. Dus daar kun je, en dat zijn oplossingen die ik heb gebruikt, in de projectomschrijving heb je een verbetersleutel. Dus waarmee kun je punten verdienen voor dat project. En ik heb daar ook een inverse of een negatieve verbetersleutel. En ik heb daar een waslijst van 50 dingen waarmee je punten kunt verliezen. Ja. Dus ik hoef dat maar boven te halen en ik kan waarschijnlijk 100 punten aftrekken van de 20. En dat stopt met het idee dat vroeger, hoort dat soms zeggen, vroeger hadden ze 0 punten en dan moesten ze de 20 verdienen. Nu hebben ze 20 punten en wij moeten bewijzen dat we er één terecht aftrekken. Ja. En om nu, die dingen zijn maar om de uitwassen uit te roeien. Hè. Dus ik vertel aan de studenten waarvoor dat dient. Heel die waslijst, dat is niet voor u. Als jij werkt, dan gaat dat geslaagd zijn. Dan krijg je van mij ook common sense. Ja. Goed. Dus je moet gewoon werken en tonen dat je bepaalde competenties beheerst. Ja. En dan komen die punten wel vanzelf. Nu, concreet. Ik had al bij aanvang 20% van de punten gezet op de oefening. Dat was het eerste dat ik deed. En het merkwaardige was dat je kunt soms veel putten uit de reacties van andere mensen, maar ook van studenten om te beginnen, maar ook van peers, van collega's. En de reactie van collega's was dit. Hè. Je moet dat vooral zelf geloven, dat als je 20% van je punten op de oefeningen zet, dat ze dat niet gaan kopiëren, Dirk. Ja. En ik dacht van, maar ik heb toch een omgeving waar dat ze oefeningen moeten ingeven. En ik kan dus zien, wanneer dat de student een oefening in heeft, hoeveel keer dat hij dat probeert, ik kan dat allemaal zien. Dus als het nu is, verticaal alle oefeningen dat ze moeten maken voor punten uitzet, horizontaal, en verticaal alle studenten, hier op som, dan zijn de zwarte blokjes degene die een oefening succesvol hebben aangebracht. En de witte cellen zijn niet opgeloste oefeningen. En ik dacht, mijn collega's hebben net verteld dat studenten oefeningen kopiëren. Als studenten oefeningen kopiëren, dan moet ik hier een volle zwarte matrix hebben. Er staan er wel 20% van uw punten op, hè? Waarom zou je dat niet kopiëren? En dit beeld strookt niet, maar wat ik ook dacht. Ik dacht ook, als mijn collega's dat zeiden, van ja, dat zou wel eens heel hard waar kunnen zijn wat die mensen mij vertellen, dat naïef is van mij. En als ik dat zag, dan dacht ik van, hoe komt dat nu? Ja, dat kan toch niet? En dan dacht ik van, als we dat nu nog eens een stapje verder drijven. Als ik ze eens de oplossingen zelf geef, dan is het tenminste een goede oplossing. En ik heb al mijn oefeningen opgelost op YouTube, screencast. En ik heb gezegd, tegen de studenten zelfs expliciet, als je gewoon die 20% van de punten wil, sleep dat filmpje naar rechts, typ die code over en hebt ze. En ik kreeg weer hetzelfde beeld. Dus nog altijd, zelfs als je ze bijna dwingt om die oefeningen te kopiëren, die is het nog niet. En dan dacht ik, ik ga nog eens naar de grafieken kijken, maar ik ga nu wat doen. Ik heb daar toch dag en uur dat zij die oefeningen correct indienen. Ik ga eens elke dag van de week een kleurtje geven. Dus de maandag heel, de dinsdag groen enzovoort. En ik krijg dit beeld. En nu heb je misschien al gemerkt dat de grootste dichtheid van opgeloste oefeningen daar van boven zit. Dat is omdat ik ze ook gesorteerd heb op aantal
goed opgeloste oefeningen. Dus degene die het meest hebben opgelost, zitten van boven. En als je die kleurtjes van de dagen in de week bekijkt, er waren 2 dagen dat er labo was, 's namiddags. Dus dat ze daar moesten zitten om oefeningen te maken. Ik laat u eens raden welke kleuren dat waren. Ja? Heel en blauw, hè? Goed, je moet zelfs de data niet zien. Van 10 meter ver ziet het. Ja? En ik dacht van, ah tja, dat zou ik eigenlijk wel aan de studenten kunnen tonen. Want als studenten denken dat talent ermee gemoeid is, dan moet je mij eens uitleggen waarom dat die mensen daar van boven wel alle kleurtjes van de week hebben. Die zijn zelfs in het weekend bezig. En waarom hebben zij dat nodig? Want zij kunnen dat toch, zij hebben toch talent. Ja? En dan dacht ik, misschien is dat wel gewoon degene die hard werken die van boven zitten. Zonder dat ik talent helemaal overboord wil gooien. Hè. Dus ik zeg niet dat talent geen invloed geeft. Maar het zou wel eens kunnen dat degenen van boven zitten, omdat ze hard werken. En dat niet is omdat je van boven zit, dat je elke dag van de week oefent. En ik heb dat getoond aan de studenten. Dat is bruikbaar materiaal als je dat toont aan de studenten. Ik heb gezegd, kijk eens. Talent. Je ziet het talent. Opnieuw, ik heb voor niks met 100% zekerheid een duidelijke verklaring. Hè? Maar dit is de beste verklaring dat ik op dit moment heb voor die grafiek. Hè? Dat talent overschat is waarschijnlijk. En hier heb je hem, ik heb hem daarnet al gezegd, dat als we zien dat studenten het systeem gamen, en hier wordt het eigenlijk gewoon geformuleerd als bedriegen op examens, maar eigenlijk algemener, als studenten het systeem gamen, dan is dat omdat ze waarschijnlijk de punten dat ze willen behalen daarmee meer waarde toehechten dan dat ze, of dat systeem daar meer waarde aan hecht, dan dat studenten het leren zelf een waarde geven. Ja? Dus die punten worden belangrijker voor hen. En ik dacht van, ik heb u toch al mijn oplossingen gegeven, die staan toch op YouTube. Wat als ik nu nog eens doortrap? Ja? Goed. En om een anekdote nog misschien te geven voordat ik naar de volgende slide ga, en nog een stapje verder. Ik had vorig semester nog op de feedback een student die bijna woest binnenkomt. En hij begint mij al aan te vallen. En ik ken zijn naam nog niet. Hij is een van die 200. En hij zegt, ik ben niet geslaagd voor mijn project en dat moet een vergissing zijn. Ik zeg, dat kan best, daarvoor zijn we hier. Ik zeg, wat heb je? Terwijl ik zijn naam uit de pak aan het zoeken ben. Ik heb een 9. En hij zegt, van, wat, 9, ik ben daar niet tevreden mee. Ik zeg tegen hem, wat denk je dat moet zijn? En hij zegt tegen mij, 16. En ik stop met zoeken in de pak en ik zeg, weet je wat, we gaan er een 19 van maken. En iedereen is tevreden. En wat heeft dat te maken met die slide? Wel, dat is eigenlijk op dat moment het signaal dat je geeft, en ik zeg het voortaan ook tegen studenten, punten kosten mij geen geld. Ik kan er zoveel van geven als ik wil, dat kost mij geen geld. Ja. En ik ben dus wat gaan doen? Ik heb dus eigenlijk een beetje de nood aan punten sprokkelen en systeem gamen om punten te halen. Ik heb dat van onder hun voeten weggehaald. Dus ik heb eigenlijk in het systeem zelf punten gedevalueerd. Punten zijn niks niet meer waard. Past in die wortels en stokken buiten, hè? Geen beloningen niet meer. Dus ik heb al gezegd hoe dat ik niet meer straf. Wel, ik geef ook geen beloningen niet meer. Punten, dat is bijna niks waard bij ons. Ja? In het eerste semester en het tweede semester. En om nu een stapje verder te gaan nog. Als je oefeningen heeft en de oplossingen heeft en daar 20% van de punten op zet. En eigenlijk ziet dat ze dat niet willen kopiëren, ondanks het feit dat dat je wel langs hier en daar te horen krijgt van dat klopt eigenlijk niet wat je doet, Dirk, je geeft punten gratis. Ja? Ik bied ze aan, maar ze nemen ze niet. Wel, nog een stapje verder is dat je gewoon zegt, ik ga het examen geven. Dus ik geef de examenvragen. Ik ben dat ook beginnen doen. Hier zijn de examenvragen en als je de oplossing wilt zien, op YouTube zie je mij het examen oplossen. En dan is de eerste reactie dat je krijgt van studenten, ja, maar dat zal hetzelfde examen toch niet zijn. Ik zeg, ja, dat examen gaat daar krak hetzelfde liggen.
Beloofd, op mijn erewoord. Ja. Goed, dus punten. Pff, allez, we hebben een gelddrukpers of een puntendrukpers in de kelder staan. Punten, dat kost hier geen geld. Ja. We kunnen er zoveel van geven als dat je er wilt. En dan zeg je natuurlijk, oké, dan zullen uw slaagcijfers geweldig stijgen. Maar dat is niet het hele verhaal. Op het examen zelf ligt daar inderdaad een stapel van het examen. En daarnaast ligt een andere stapel met een nieuw examen. Dat ze nog niet gezien hebben, dat ze niet kennen. En ik vertel daar dus bij, als je jezelf wilt testen, en je wilt respect van mij, en je wilt dat ik weet in welke van die vier categorieën dat jij zit, dan neem je dat witte examen. Trouwens, het gekende examen is op rood papier afgedrukt. Dan zien ze goed zitten in de aula. En dan zien andere studenten hen ook goed zitten. Ja, want zij moeten straks in projecten samenwerken met die mensen. Ja. Dus ik zeg tegen hen, goed nadenken met wie dat je straks in een groep zult zitten, als je dat rode examen neemt. Ja. Ik straf niet, hè. Maar de andere studenten zien wie dat zij zijn. Ja. Ze bekennen kleur. Letterlijk en figuurlijk. De andere pak is gewoon op wit papier afgedrukt en die ligt daarnaast. Dus ik zeg tegen hen, en ik doe het visueel, hè. Dus op de twee pakken examens heb ik hang ik een wortel aan een touw boven die rode, ja, om hen te herinneren aan het feit dat dat de wortel is, dat ze kunnen pakken als ze willen. En het witte examen, daar hang ik zo'n een posterke boven, respect, hè, een A4'tje. Ja. Een collega van mij zegt, ja Dirk, maar zelfs als ik dat goed zou kunnen, dan nog zou ik voor de zekerheid gaan en die rode pakken. Dus ik had er ook zoiets bij van Dirk, hij zei die met vuur aan het spelen. En ik had voor mezelf gezegd, als er 1 op 4 van die studenten dat rode examen pakt, dan ga ik dat waarschijnlijk nog wel uitgelegd krijgen. Ja? En dan beschouw ik dat als geslaagd. Ik bedoel, dan is er maar 1 op 4 die dat rode examen neemt. Hoe schitterend zou dat zijn? Als er meer zijn, dan ga ik gezaagd krijgen. Dat kan niet dat je een examen heeft. En de cijfers waren veel indrukwekkender, want 98,92% nam het nieuwe examen dat ze nog nooit gezien hebben. Ik heb er nog altijd geen volledige verklaring voor, maar dat blijft elk jaar hetzelfde. Eén verklaring dat ik heb is transparantie. Dus dat doe ik allemaal, alles wat ik aan jullie vertel, vertel ik ook aan de studenten. Ja. En ik had zelfs, dat heb ik ze niet verteld, in die rode versie, had ik bij aanvang gezegd van, ik ga daar een paar dingen in veranderen. Een kleiner dan en een groter dan. Ja. Dus een paar boobytrubs erin steken, en dat ga ik ze niet vertellen. Maar, als ze toch de antwoorden van het examen dat ze gehad hebben invullen, dan krijgen ze hun punten. Ja. Maar dan weet ik nog beter wie in welke groep zit. Ja, dus ik wou eigenlijk weten wie waar zat. Daar was het mee om te doen. Dit overtreft dus mijn stoutste verwachtingen, zo'n cijfers. En ik heb dus eigenlijk het probleem dat ik geen cijfermateriaal genoeg heb bij die rode om er iets mee te doen. Ja. Ik ben nog een stapje verder gegaan, want dit jaar heb ik gezegd, er waren vorig jaar bijvoorbeeld 2 studenten die dat rode examen hebben genomen. 2 bisters. Misschien hebben ze mijn boodschap gemist. En hebben ze gelachen met die wortel die daarboven ging. Maar geen van die 2 was geslaagd. En ik heb dus dit jaar gezegd van, ik vind dat eigenlijk zo jammer. Ik ga de antwoorden invullen op dat rode examen. Ja. En dan zegt je van, ja maar dan wandelt er een student met 20 op 20 buiten, hè. En ik probeer ze uit te leggen dat dat hun probleem is, niet mijn probleem. Ja. Want dit is iets dat we doen in het eerste jaar, om het hoofd te bieden aan de problemen die ik heb opgesomd. Dit houdt op in semester 3. En dat is ook niet in voegen in andere vakken in semester 2. Ja. Dus als jij niet zelf in de spiegel wilt kijken, dan gaat het dan ga je gewoon tussen het radarwerk van het systeem wel vermalen worden. Ik maak me daar geen zorgen in. Hoe zaten die punten in elkaar?
Ik had een gemiddelde van 12,82 op 20. En met een mediaan van 13. Dus eigenlijk heb je bijna geen skew erop. Ja? Als die twee dicht bij elkaar zitten. En geslaagd waren 77% van de studenten dit jaar voor het deelexamen. Dat is heel wat meer dan die 30% waarmee dat ik vertrokken ben. Hè. Ik zou graag zeggen dat dat allemaal ligt aan hoe geweldig dat ik ben als leerkracht en als leraar. Ja. Maar als je mijn filmpjes ziet, dan gaan ze zeggen, godverdik, is dat het beste dat ik kan doen. Ja. Dus dat is geen Disney-zin, hè, die filmpjes. Ja. En dat is allemaal begonnen met Beter Vandaag eentje, dan een megalomaan project waar dat we er binnen 5 jaar op papier een hele MOOC zullen hebben, maar eigenlijk geen zullen hebben. Beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht, daar ben ik mee begonnen. 64% haalt zelfs meer dan 12 of meer. En nog altijd de helft haalt meer dan 14. Dus ik denk, voor mij zijn dat schitterende slaagcijfers. Ja. Er zijn er wat theorieën aan verbonden. Hè. En ik heb zo altijd een beetje de natuur gehad om te cherrypicken. Dus het beste te halen uit allerlei dingen, zonder iets over het paard te willen tellen. Je hebt zoiets, dat noemt self-determination theorie. Ja. Misschien past hetgeen dat ik gedaan heb daar wel in. Dat is dat je drie dimensies hebt die belangrijk zijn. Dat is relatedness. Dus als je wilt dat iemand iets leert, als je wilt dat paard drinkt, dan kun je hem niet juist maar bij het water zetten. Hij moet dorst hebben. Ja. En studenten moeten dus eigenlijk weten waarom dat belangrijk is voor hen. En bij programmeren heb ik eigenlijk de geweldige luxe om daar te kunnen vertellen. Zelfs als je straks stopt hier en die studie is niet beëindigd, dan zal programmeren nog altijd iets zeer nuttigs zijn om te hebben in je leven. Ja? Goed, en ik toon ze voorbeeldjes. Je exporteert wat data in Excel. Je runt daar vlug een Python scriptje over en je importeert dat terug in Excel. Want die functie zat niet in Excel. Ja? En als je dat in de industrie gaat vragen aan iemand, dan had je daar 6 weken moeten op wachten. Of gaat het allemaal manueel moeten doen? Dus ik probeer ze uit te leggen waarom dat nuttig is, wat dat wij doen. Ze moeten een doel hebben. En dan heb je ook het aspect autonomie. Hoe dat die student dat wil leren, dat is volledig zijn zaak. En als zij beslist om niet naar mijn lessen te komen, dan is dat oké. Okay. Want het materiaal staat toch allemaal online. Ik ben dus ook wat beginnen doen? Lessen afbouwen. Dus dit jaar zijn er zelfs geen lessen niet meer doorgegaan. En ik heb op geregelde tijdstippen nog juist een monitoraat, waar ze vragen kunnen komen stellen. Ja. Want je kunt zelfs zeggen, ja, je zou je tijd nog nuttig kunnen gebruiken om oefeningen te maken. Maar zelfs oefeningen kan ik beter 1 keer maken en op YouTube zetten. Dan kunnen ze veel bekijken. Ja. En dat gaat veel sneller. Derde was competence, of mastery noemen ze het ook, dat is een well done. En je kunt zeggen, een schouderklopje helpt, maar het is veel meer dan dat. Ik denk dat instant feedback voor studenten heel belangrijk is. Dat ze direct zien, ben ik goed bezig. Hè? Dan moeten wachten op een lesgever die dat zegt tegen hen. En hij heeft er geen tijd voor. Hè? En dat komt natuurlijk allemaal samen in wat we tegenwoordig learning analytics noemen. Hè? En je hebt daar 4 stages in, blijkbaar, 4 levels. Descriptive, diagnostic, predictive en prescriptive. Dat is eigenlijk een beetje de wetenschappelijke methode. Je begint data te verzamelen, je probeert die data te begrijpen. Dan zeg je van, ja maar als ik nu denk die data te begrijpen, dan kunnen we eens dat proef op de som nemen en dat gaan testen. Hè? Want dan zou die data moeten dit of dat gedrag uitlokken. En dan kun je natuurlijk ook remediëren of proactief gaan handelen en zeggen van ja, maar dan moeten we het zo doen, want dit leidt tot beter resultaat. Als ik mijn verhaal dan een beetje probeer aan te hangen, dan denk ik dat ik eigenlijk tot 1, 2, 3 raak ongeveer. Ja. En mijn ervaring is daar een beetje dat Wat ben ik gaan doen? Ik ben eigenlijk nog meer data gaan verzamelen. Dus ik heb weer eigenlijk dingen dat ik buiten gegooid heb, terug beginnen invoeren. Dus aanwezigheden nemen bijvoorbeeld, ik doe dat terug. Maar ik vertel terug tegen de studenten, dat is geen stok. Dat is puur voor statistiek. Hè? Dus als ik dat verwerk, dan ben ik alleen maar geïnteresseerd in jullie allemaal. Niet in uw aanwezigheid.
Dus je moet daar niet bang voor zijn. Ik ben gewoon aan het meten. Dat is het enige dat je daar moet achter zoeken. En drie is een zeer tricky one. Want je kunt niet zomaar studenten als labratten gebruiken natuurlijk. Maar ik heb het wel gedaan. Ik heb bijvoorbeeld het geluk van twee groepen te hebben. Die 240 zijn in twee groepen van 120 gesplitst. En ik ben dus gaan dingen veranderen bij één groep. Dus bijvoorbeeld het idee dat studenten meehelpen in het labo. Dat heb ik maar bij één groep gedaan. Om het verschil te kunnen meten. En daar zag ik dat dat bijna geen verschil maakte. Het maakt geen verschil in de resultaten van die studenten. Het maakt wel een verschil in de perceptie van die studenten. Zijnde, als je dan de studenten gaat vragen, wat vinden we nu van het labo? De ene groep die minder begeleiders had, die de studenten niet had, die was eigenlijk een beetje verveeld met het feit dat ze lang met hun vinger in de lucht moeten zitten. En dan zeggen ze, ja, kom niet meer, want het duurt toch veel te langer dat iemand mij komt helpen. Ja. Dus de perceptie was anders. Maar de resultaten waren hetzelfde. Van de examens bedoel ik. Hè. Dus dat AB-testen, je kunt dat op zeker niveau doen. Bijvoorbeeld vorig jaar heb ik, voordat ik de lessen helemaal wegliet, gezegd, bij één groep ga ik geen les niet meer geven. En dan heb je dat je met studenten kunt zeggen, oké, ik wil jullie niet misbruiken voor mijn experimenten. Je kunt, als je dat wilt, naar de andere groep overgaan als je toch les belt. Ja. Maar als je je sterk genoeg voelt, en je komt toch al niet, moet je het nu niet plotseling gaan doen, omdat ik je dat zeg. Ja. Ook niet omdat er aanwezigheden zijn, dus je moet niet bang zijn. Ik ben gewoon maar aan het experimenteren. Dus ik heb een beetje cherrypicking gedaan van overal. Alles wat dat in mij opkomt, of wat dat collega's als suggesties doen, dan zeg ik van, oké, laten we dat eens proberen. Je moet natuurlijk een cultuur hebben waar dat mag, hè, waar dat je op je bek kunt gaan. En dat is misschien het voordeel van een kleinere hogeschool. Hè, dat ze je dat toelaten. En zeker een keer dat ze zien dat je resultaten hebt, dan mogen je bijna alles. Hè, dan mogen je buiten de lijntjes kleuren. Dan mogen je bezighouden met de juiste dingen doen. En iets wat we allemaal inherent hebben, denk ik, kan aan de basis liggen van die dingen, dat is dat je eigenlijk niks moet veronderstellen. Maar veel van de veronderstellingen dat collega's ook naar mij gooien, dat zijn degenen die mijn buikgevoel ook zegt van, ja, ze gaan, ja dat is inderdaad geen goed, dat lijkt geen goed idee dat je het examen gaat geven aan studenten, hè, en de oplossingen gaat geven. Laat staan de antwoorden invullen, hè, dat lijkt geen goed idee. Maar je weet het pas als je durft proberen. Hè. Nu, dat lijkt hier allemaal zo roze geur en maneschijn. Dat is niet altijd geweest. Hè. Soms heb ik dingen moeten terugdraaien, waarvan ik zag van, er zijn eigenlijk nadelen dat je niet op het eerste zicht zou hebben gezien. Dat is bijvoorbeeld het geen les meer geven. Betekent ook dat je geen contact niet meer hebt met studenten. Dus ik breng mijn verhaal, hetgeen dat ik net aan jullie gezegd heb. Als je dat wil brengen aan studenten, dan moet je dat live doen. Je kunt dat niet op een videotje doen. Ze moeten u zien. Ja, en ze moeten kunnen lachen met de dingen dat je zegt. Ja. Dan sijpelt dat binnen blijkbaar. Dus je moet ze af en toe zien, al is het maar om die big picture, heel dat verhaal, die idealen te herhalen. Weet je nog waarover dat hier ging? Ja? En je moet dus wel contact hebben met studenten. Als je geen les niet meer hebt. Ik heb geleerd dat je wel contact moet hebben met studenten. Je kunt het niet automatiseren tot op de limiet. Om een voorbeeldje te geven, op de studentenenquêtes had ik vorig jaar nog, want studentenenquêtes of studentenoverleg is typisch het moment dat zij een keer mogen zagen. Hè. Dus meestal is dat, dat kan beter, dat kan beter, dat kan beter. Ja. En ik had merkwaardig genoeg bij programmeren maar één opmerking. Beste vak. En dat is natuurlijk een geweldige pluim op je hoed. Maar dit jaar zijn de lessen dus helemaal afgeschaft. En was dat niet meer één opmerking, beste vak. Maar hadden 25% van de studenten de opmerking, ik heb les nodig. Ik denk les nodig te hebben. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen van oké, we gaan meer lesgeven terug. Of we gaan eens kijken wie dat vraagt. Dus ik heb gevraagd aan de studenten, want dat gebeurt anoniem. Ik heb gevraagd aan de studenten, wil je dat opnieuw invullen voor mij, maar niet anoniem. Ja, dus wil je kenbaar maken. Waar dat je zit. Ja. Want dan kan ik al die andere data dat ik heb van u, daaraan
vasthangen. Hoeveel aanwezigheden dat je hebt, hoeveel filmpjes dat je bekeken hebt, hoeveel dat je oefeningen gemaakt hebt. Een van de technieken dat ik bijvoorbeeld in oefeningen zeg is, er is niks mis met, ik zag dat ook van collega's, ja, maar je moet toch eerst een keer zelf proberen, ik ga je niet direct de oplossing geven, denk maar een keer. Dat heeft in het eerste semester weinig nut. Als je niet weet hoe dat je er moet aan beginnen, dat heeft geen nut om zelf een keer te proberen. Dan kun je beter de oplossing eerst bekijken. En dan zeg ik hen van, wat dat je moet doen is, als je de oplossing bekijkt, of als je spikt, of aan iemand anders iets vraagt, dan moet je de reflex hebben om volledig opnieuw te wijden van een wit blad. Zelfs hetgeen dat je had, gooi je weer weg. En dan noteer je in je agenda binnen 2 dagen, die oefening moet je nog eens opnieuw maken. Dus je moet ze verschillende keren maken, je moet ze opnieuw maken. En altijd van een wit blad beginnen. Dus als je even hulp zoekt, of even moet spieken, opnieuw van een wit blad. Dus je kan dat zien in dat systeem, dat ze dat doen. Want als iemand een geslaagde oefening heeft op dinsdag, en twee dagen later is hij die oefening terug aan het maken, ja, waarom maakt hij dat opnieuw? Ik bedoel, heeft hem. Het is goed afgevinkt, het is groen. Als ik naar die 25% van die studenten ging kijken, die zich kenbaar gemaakt hebben, dan was merkwaardig genoeg 62% van hen geslaagd, maar ze wisten het nog niet. Want de kopijen waren al verbeterd, maar ik had de punten nog niet gegeven. Dus dat is een mooi voorbeeldje, denk ik, van hoe dat studenten denken dat ze iets nodig hebben, als punten in de lucht hangen. Hè? Maar blijkbaar hadden ze het niet nodig, want ze slagen. Ja? Dan heb je natuurlijk van die 25% nog die andere pakweg 30%. En daar hadden we 30% bissers en 20% mensen die overal, dus als je de andere punten van andere vakken erbij zet, zeer, zeer slecht scoren. Ja. Dus dan moet je weer opletten met de conclusies dat je daaruit trekt. Maar als je overal die vakken zeer slecht scoort, dan is het waarschijnlijk niet wat wij hier in programmeren doen die je nekt. Ja. Het zou alarmerender zijn als je ziet, ik scoor over heel de lijn goed, maar voor programmeren scoor ik plotseling slecht. Hè. Als je dus van die rest kijkt, dan haalt er 50% nog altijd 8 op 20 of meer. Hè. Dus dat is geen kalf dat verdronken is. Hè. Dat is gewoon iemand die een beetje harder moet werken en waarschijnlijk er wel gaat geraken. Hè. 8 op 20 is... Allee, je haalt geen 8 op 20, en dan is natuurlijk een andere kwestie van hoe stelde je examen op, welke vraag maakte. Maar als je 8 op 20 haalt, dan is dat iemand die blijkbaar er al mee bezig is en toch slaagt om 8 op 20 te halen. Anders, en dat probeer ik keihard te doen in mijn examen, dat is geen normaalverdeling te hebben, maar de kameel te hebben. Dus hoe meer dat ze gescheiden zijn, hoe beter dat ik mijn examen acht. Want dan kan ik ze uit elkaar halen, degene die het niet kunnen en degene die het wel kunnen. Ja. Dus... De eerste vraag bijvoorbeeld is een vraagje waar dat je eigenlijk mee gaat lachen als je het ziet. Maar dan weet ik, als je het niet kunt, ja, in welke groep dat je zit. En de rest, zelfs als je wat punten sprokkelt, is waarschijnlijk geluk. Ja. En dat is dat holistisch beeld. Als je als studenten veel vraagjes geeft en die volgen pieken wat, dan heb je het risico dat ze overal wel wat punten sprokkelen en dat je op de duur niet meer weet, iemand met een 7 op 20, is dat nu geluk? Of is dat... Echt omdat hij die 7 verdiend heeft. Hè. En ik ben daarvan mening, maar opnieuw, het is maar mijn mening, dat we op die manier naar examens moeten kijken. En niet... Ook oefeningen trouwens. Oefeningen zie je vaak, we schudden hier wat oefeningen uit onze mouw. En ik heb gezegd van, ja, ik heb er liever 40 dat ze moeten maken, dan dat ze er 100 hebben. Maar bij elke oefening kon ik exact de reden aangeven dat ze die oefening moeten kunnen maken. Dus wat dat de problemen zijn en waarom dat die oefening belangrijk is voor hen. En dat krijgen ze dus ook van mij. Dus die opmerking dat je krijgt via dat studentenoverleg, dat kun je nuanceren op die manier. En dan kun je terug naar de studenten gaan en zeggen van kijk, dit is wat dat er aan de hand is. En dan kun je zelfs de mensen die een 8 halen uitnodigen en zeggen van kom eens langs, we gaan eens kijken. Dan kun je daar je tijd in steken. Hè? Want dat zijn misschien de mensen die het willen, maar het nog niet kunnen. En dan kun je aan de tafel gaan zitten met hen en zeggen van ik neem een apart lokaaltje en ik ga met jullie, met die 30 studenten, elke week samen zitten en oefeningen maken. Hè? En die anderen, die zijn goed bezig, die hebben mij niet nodig. Hè? Als ze vragen hebben, kunnen ze ze stellen. Dus het is puur een oefening van waar gaan mijn resources naartoe. Welke kan ik redden en welke zijn er niet te redden. Denk je heel die oefening
dat transparantie fenomenaal belangrijk is. Dus alles, je moet zeggen letter voor letter, wat ik aan jullie vertel, vertel ik ook aan de student. Dus ik stik daar niks onder stoelen of bank. Ik heb. En nu ben ik hier. Die twee slides hoeven daar niet tussen te zitten. Ik weet niet waarom dat ze er tussen zitten. Maar ik heb wat gesprokkeld in andere slides. Hè, dus, ik heb nu tot slot een paar slides dat ik aan de studenten geef, de eerste les. Hè, om hen een beetje op weg te helpen. Ik zeg bijvoorbeeld dat hoger onderwijs. Dat daarbij dit beeld in mij opkomt. Dat is dat je in de spiegel moet kijken en dat een realistisch zelfbeeld het eerste is dat je moet kweken. Ja? En dus dat je eigenlijk snel wilt weten hoe sta ik er hiervoor. Ja? En dus ik zeg eigenlijk, als je die rode wilt pakken omdat je het niet kunt, pak dan een witte, want dan weten wij tenminste dat je het niet kunt. En dan heb je het ook voor jezelf, eerste stap in AA, ja? Dan heb je het voor jezelf ook toegegeven dat je het niet kunt. Ja? Ook dat geweld met cijfers soms, dat je hoort van, wat bij ons typisch, de helft van de studenten zijn de kwijt na het eerste jaar. Goed. En dan heb ik daar die slide bij, dat ik aan geef. Dat is, je moet opletten met gemiddelden. Ja. Het feit dat 50% van onze studenten niet slaagt, betekent niet dat jij 50% slaagkans hebt. Dat heeft daar niks mee te maken. Jij kunt 100% slaagkans hebben en die naast je 0%. Weet? Dus je hebt dat zelf in handen. Wij zijn niet onderhevig aan statistiek en er is ook niet zoiets als een quota dat wij hanteren en er mogen er maar de helft door. Hè? Dat is allemaal flauwekul is. Over het niet volgen van lessen. By all means, als je denkt dat je mijn lessen niet nodig hebt, blijf dan maar weg. Of als je je tijd beter kunt gebruiken, doe dat dan. Hè? Wij mogen niet vergeten dat we zelf student geweest zijn, denk ik, en dat er nog heel wat andere dingen zijn naast studeren. Maar ik zeg wel, als je naar mijn les komt, dan ga ik mijn ontzettende best doen om te zorgen dat ik een verschil maak. Hè? Dus dat ik niet nog een keer hetzelfde zit te herhalen, dat je toch al in de filmpjes kunt bekijken of in een boek kunt lezen. Hè? En ik zeg dan dat ze gewoon niks moeten uithalen. Dus laptops weg, hè? Geen gizmos. Want je moet niet komen naar de les. Dus waarom kom je naar mijn les en zit je daar op je laptop te Facebooken of onder tafel met je gsm? Ja, dat is niet nodig. Blijf dan gewoon weg. Maar als je komt, moet je niet zitten schrijven en ja, dan moet je gewoon luisteren. Ja? Dat is een soort sit back and enjoy. En dat betekent dat je lessen ook meer moeten zijn dan alleen maar goed. Ik denk dat leren gebeurt door een moment, ja, van ik heb dat hier niet gesnapt. Het is de bedoeling dat je dingen niet snapt, want daar begint leren. En dan moet daar een ha op volgen. En wat er ook in elke les belangrijk is, dat is een haha. Ja. Als er gelachen wordt, dat zet stress aan de kant en dat zorgt ervoor dat er mensen weer alerter worden. En, ja, goed. Want maar opnieuw, ik ben zeer transparant met studenten. Ik ga naar DevOps bijvoorbeeld, elk jaar. En dat zijn sessies van 3 uur. En ik zeg tegen de studenten, ik heb dat nu al 7 jaar gedaan. Ik heb nog nooit een sessie van 3 uur kunnen uitzetten. Ja? Ik kan dat niet. Ja? Dus zet dat in perspectief wat wij van hen verwachten. 8 uur, 4 keer 2 uur zitten opletten om er dingen in te krammen. Ja? Dus het is best oké als je dingen op een andere manier doet en niet in die lessen komt zitten. Dan louter voor programmeren, niet voor mijn verhaal hier, zit deze slide er ook tussen. Hè. Dat is dat je code moet schrijven. Code lezen, iedereen kan dat, er is daar niks aan. Hè. Dus als je zelfs van ver kijkt, snap je wel wat aan een programmaatje doet als je het ziet. Hè. Maar code schrijven is de kunst. En de slides dat ik ook nog voor hen heb in dat verhaal, als ik dat breng, dat is dat zij vaak dit beeld hebben van ons. En dan zeg ik stokken en wortels buiten. Dus ik ben geen cipier. Hè. Als jij wilt foefelen om aan je punten te geraken, wel ja, goed. Good luck. Succes ermee. Ja. Dat is niet mijn probleem. Dat moet stoppen met de illusie dat mijn probleem is. Sterker nog, als ik een cipier ben, dan wordt het voor u een sport om te zorgen dat ik het niet gezien heb. Ja.
Dat zijn de verkeerde incentives. En wij hebben vaak het idee dat wij voor hen dit zijn. Ja? En dat zij voor ons dit zijn. Ja? En dan zeg ik, kijk, er zijn mensen in het onderwijs die zo naar jullie kijken. En diegenen die niet zo naar jullie kijken, die kijken zo naar jullie. En dat is natuurlijk grappig bedoeld. Dat is natuurlijk niet zo. Ik denk dat bij uitstek onderwijs het beroep is waar je heel veel idealisten hebt. Hè? Heel veel mensen die het goed meenen. Deze ga ik overslaan. Maar dan zeg ik tegen studenten wel, bewijs gewoon samen met mij dat ze verkeerd zijn, degene die zo naar jullie kijken. Ja? En dat is mijn slotslide voor hen en ook mijn slotslide voor jullie. Opnieuw, ik hoop dat jullie iets aan mijn verhaal hebben. Ja? Ik beweer niet dat ik de waarheid in pacht heb. Veel van die dingen zijn een sprong in het donker geweest. Ja? Maar ik zie dat ze resultaten afleveren. En tot op heden heb ik niet de kant-en-klare verklaring voor alles wat daar gebeurt. Dus ik ben ook nog altijd aan het zoeken. Goed? Maar hopelijk hebben jullie er iets aan gehad. En ik ben zeer benieuwd naar jullie vragen of opmerkingen of ervaringen. Ja? Alsjeblieft.